was dit nodig? Was dit de enige oplossing? Dat weet ik niet. Ik kan geen koffiedik kijken. Het is zo dat wij absoluut nog voldoende vertrouwen in hadden. En dat wij vinden dat we beter zijn dan de plaats waar we staan. En ook de laatste wedstrijd dan niet. Dat was een slechte wedstrijd van ons. Maar daarvoor zeker ook beter speelden als de punten die we krijgen. Maar uiteindelijk is dat ook een kwaliteit. Je moet die punten wel binnen gaan halen. En wat dat betreft is het natuurlijk wel 1-12. Hoe is deze beslissing genomen? Is dat gewoon een voldongen feit? Het ligt dan in één keer op jullie bord? Of zijn jullie er ook in geraadpleegd? Ja, dat had je eigenlijk aan de beleidsbepalers moeten bepalen. Die nemen de beslissing. Nee, goed, dat doen de beleidsbepalers. En daarin nemen hun de beslissing om dan niet door te gaan met de trainer. En dat is voor ons spijtig. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, je werkt intensief samen met iemand. En uiteindelijk is het natuurlijk ook zo, als wij 2 wedstrijden meer hadden gewonnen, of misschien wel maar 1, dan hadden we nog boven de streep gestaan en dan was dit misschien niet gebeurd. Dus daarin trek je dat natuurlijk jezelf, hè, als spelersgroep ook aan. En wat dat betreft is dit niet leuk en doet het altijd pijn. Ik voelde ook een beetje naar van, ze moesten wat doen. Dan blijft er maar 1 optie over. De spelers kunnen nu ontslaan, dan maar de trainer. En dan hoopt iedereen op het schokeffect. Vind ik altijd een risicootje. Hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat de club heeft gedacht dat ze alles willen aangrijpen om een kentering teweeg te brengen. En wat ik zeg, wij zijn hierin eigenlijk, wij hadden absoluut nog vertrouwen dat het goed ging komen. Alleen, ik moet ook heel eerlijk zijn, de punten die logen natuurlijk niet om. En voor ons is het gewoon, nu hebben wij een andere, tenminste wij krijgen nu een andere trainer. En daar moeten wij het nu mee gaan doen. En zo heel snel gaat het dan eigenlijk weer door. En hoe lullig ook, maar zo werkt het. Ja. Je bent al een tijdje natuurlijk profvoetballer, je draait al een tijdje mee. Dat schokeffect, kun je uitleggen voor de leek die dat nooit heeft meegemaakt. Wat gaat dat doen en merk je er nu al wat van? Ik denk dat je bedoelt dat het vooral is, iedereen die misschien niet op nul, maar die start natuurlijk weer op een bepaalde manier, hè, is gretig. En niet dat dat dan nu niet zo is, maar iedereen die wil zich bewijzen om zich er toch weer in te knokken. En ik denk dat als we dat met een schokeffect en goed luisteren naar de trainer, dat soort dingen, denk ik. Ja, ik denk dat ze dat bedoelen met een schokeffect. Waren er veel vijanden van de koning in de spelersgroep? Waren er veel jongens die dachten, dit kan niet meer? Nee, maar goed, kijk, dat zijn natuurlijk dingen, dat is niet echt aan de orde, hoe moet ik dat zeggen? Kijk, jongens die niet spelen zullen natuurlijk minder tevreden zijn als jongens die wel spelen. Hè? En in een heel seizoen heb je altijd wel een keer dat iemand met iemand botst. Ja, dat is elk jaar, dat is met elke trainer. Dus nee, absoluut wat ik zeg. Wij hadden er zeker nog vertrouwen in dat we dit met z'n allen om konden buigen en genoeg punten te halen. En het liefst willen we nog steeds er rechtstreeks in blijven. Maar in ieder geval via de nacompetitie. En daar hadden wij absoluut nog vertrouwen in met z'n allen. En dan komt dat gewoon aan. Is het wel gewoon ook reëel qua kwaliteit? En is het wel voldoende om erin te blijven? Gewoon de spelersgroep zelf. Kun je dat een beetje als een helikopterview bekijken en inschatten? Ja, dat denk ik wel. Daar ben ik van overtuigd zelfs. Ik vind dat wij qua spel eigenlijk best wel heel aardig spelen. Alleen wel een bepaalde over mijn lijk mentaliteit moeten we iets meer met ons meenemen. Want we moeten wel een keer die wedstrijd over de streep gaan trekken. Live, video's en nieuws. Ga naar foxsports.nl.